Ik zit vandaag hier in klein Thomas' kamer, omdat gistermiddag iets hier afgespeeld het wat mij dadelijk aan ons eigen situaties laat denken. Ik heb gistermiddag hier voorbij zijn kamer het venster gestapt en ik heb ingekeken en ik zie toe dat hij op zijn iPad een story kijkt wat ons noemen ons gezin een kwaai story. Dat is iets wat hij niet mag kijken. En hij komt toe dadelijk in en ik vraag hom, wat doen hij? En dadelijk zei hij verskonend, papa kijk niet een kwaai story nie. Dit maakt mij glad niet eens bang. En toen moest ik nou eerst voor hom verduidelik dat hierdie story vir kinders is wat ouder is als wat hij is. En dat het hom gaan bang maken en dat hij dalk nachtmerries kan krijgen. Maar hij het die hele tijd gestrein en gesê, nee, hij is glad niet bang nie, dis sommer net een story. Nodeloos om te sê, daardie aand later, toe hy alleen in sy kamer moet kom slaap en ek die ligte afsit, toe raak hy mannetjie bang. Want toe is dit alsof die donkerte net te veel word. En daar die eindste monster wat hij gesê het, om glad niet bang maak nie, het om toe baie bang gemaakt. Ek het met hom daarover gepraat en gesê, maar vanmiddag was het alright, hoekom is jy nou bang daarvoor, jy weet ons is net een story. Ja, papa, maar nou is het donker. Ek denk, ons as mense praat baie makkelijk oor een situasie as hy daar ver is. Maar als het hier nabij is en het donker wordt om jou, is het iets anders. Welkom bij vandaagse episode van Deur My Lens. En ik wil vandaag specifiek praten met allemaal wat sommer so lukraak theorie aanhang en conspiracy theories aanhang en dit wijd insight verkondig oor die pandemie. Allemaal van ons het een of ander theorie. Maar ik wil vandaag vragen, voordat jij praat, denk een beetje aan die mensen rondom jou. Ik praat met een goede vriend van mij wat een pa en een ma in één dag aan die dood afgestaan het aan COVID. En hij zei van mij, Thomas, dit voelt soos hierdie zwart monster wat hulle gevat het. En nou het my eie dochter dit. Sy is nie so siek nie, maar ek weet, hy sel een monster is nou in haar. En dis hoe hy daarna verwijs het. En dis hoekom ek dadelijk die connectie gemaakt het met klein Thomas. Als dit nog daar ver is, hoor een mens dit daarvan en jy, maar as dit in jou huis is, is dit iets anders. Als jy self seer gekry daardeur. En daarom wil ek vra vir jou, wat daar by die huis sit vandag, en na hierdie ding luister. Voordat jy sommer net so oor iets praat, en het afmaak as 'n griep, denk net aan daardie mense. In my eie omgeving, in my eie vriendekring, mense wat een pa en ma in die dood afgestaan, wat een seun in die dood afgestaan, wat een broer in die dood afgestaan, wat een sister in die dood afgestaan, wat zijn man op hierdie stadium in ICU lê. Denk net een bykie aan hulle. En dan wil ik hierdie een tekst vir jou aanhaal. Spreuke 12 vers 18. Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Een wijse mens bring genesing met wat hy sê. Ek wil jou uitdaag vandag. Daar waar jy rond beweeg, voordat jy praat, voordat jy sommer luk raak net na een of ander theorie verwijs. Nie in die theorie denk nie. Denk in die mense se hartseer rondom jou. Die gemis, die verlange, die pijn waardeur hulle op hierdie stadium gaan, die onzekerheid. Onthou, 'n wyse mens bring genesing met wat hy sê. Kom ons bid saam. Beskermde God, ons hemelse Vader, Heer, dank je dat ons vandaag tot u kan bid. Dank je dat ons mag weet, dat ons vir u kan vra vir hulp. Hulp in hierdie onsekere tye, hulp waar ander mense seer beleef, waar hulle geliefdes in die dood afgestaan het, waar mense nog siek is. Heere, hierdie monster van die pandemie het eindelijk so nabij in ons gekom, en as het donker wordt om ons, raak ons bang. Wil jy gee dat ons op u sal bly vertrou, maar meer nog, wil jy gee dat ons, wat die pandemie nog nie geraak het nie, dat ons sensitief sal wees teenoor ander daar buiten wat swaar kry, dat ons woorde sal kies, wil jy gee dat ons genesing sal bring, met dit wat ons sê. Ons bid het in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het, jy by die kerk aanlyn. Ons het ook die gemeente gehad in Loughton, Engeland. Dankie ook vir julle.
En dan wil ek vra dat as dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie. Druk daar die like knoppie en dan, as jy met mense praat, bring genesing met wat jy sê. As daar iemand is wat dalk 'n persoonlike gebed, al is dit aanlyn of oor 'n telefoon verlang van een van ons predikante, stuur asseblief net 'n persoonlike boodskap na die kerk op ons Facebookblad. Hoop jy het 'n aangename dag en mag jy genesing bring met dit wat jy sê. Tot de volgende keer.